In Tiel wonen zo'n 800 kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Veel van deze kinderen willen sporten bij een vereniging of bijvoorbeeld dans, theater of muzieklessen volgen, maar kunnen dat niet. Het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de gemeente vinden dat alle kinderen mee moeten kunnen doen en daarom werd er donderdag in Cultuurgebouw Zinderen een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de partijen. Wat is er mooier dan in het nieuwe Cultuurgebouw Zinder feestelijke contracten mogen gaan ondertekenen met het Jeugdcultuurfonds, samen met een contract van het Jeugdsportfonds. Omdat wij in Tiel menen dat wij zoveel mogelijk kinderen mee moeten kunnen laten doen. Wij vinden ook iedereen moet meedoen en kinderen in het bijzonder. Ja, en dan is het prachtig om ook een flink budget beschikbaar gesteld te hebben. Waarbij 75 kinderen straks iets met cultuur kunnen gaan doen. Of het nou dans is, muziek. Ja, het gaat echt om de beleving dat kinderen zich prettiger gaan voelen. Want dan heb je later ook schik van, om het zo maar te zeggen. Helaas moeten we constateren dat er 800 kinderen zijn die in armoede leven in Tiel. Dat zie je ook terug in het Nederlandse beeld. En dan hebben wij de helft en er zijn ook gelukkig nog andere fondsen die dit mogelijk maken. Dus dat is alleen maar mooi tussen samenwerking en met meerdere partners, zeg maar, proberen we zoveel mogelijk kinderen te bereiken.